Zometeen in DBC-nieuws van woensdag 24 januari. Jesus Christ Superstar, Boksel binnen de Brugge en Winterse Buitenfeest Glue. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus van der Horst Bokstel, Expert Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws, een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Spektakelstuk Jesus Christ Superstar beleefde in maart een reprise. 2 jaar na het succes van de voorstellingen in de voormalige Heilig Hartkerk in Boksel zijn de voorbereidingen voor de nieuwe productie inmiddels in volle gang. Regisseur Anke Heesbeen steekt de musical in een eigentijds jasje met de gemeentewerf als industrieel decor. 45 kastleden, tientallen dansers en figuranten met verschillende nationaliteiten doen mee. Het team van DBC Nieuws nam alvast een kijkje bij de repetities. Willem. Hoi. Jezus. Ja, klopt. Jezus. Ik heb me laten vertellen dat jij impoog bent. Dat klopt inderdaad. Ik kom niet uit Boksel. Ik kom uit, Oosterwijk. Ja. Oh, hoe ben je hier terecht gekomen? Nou, ik heb heel stiekem een mail gestuurd of ik toch niet mee kon doen. Maar ik kwam niet uit Boksel, maar ik heb gezegd tegen Roeland en tegen Dave, ik woon er wel heel dicht tegenaan. One of my 12 chosen will lead to betray me. But after the marriage, you know very well. Why don't you go to where you want me to do? Wat ik wil laten zien is dat Jesus Christ een verhaal is van alle tijden. Al heel lang doe ik toneel en zang combineren, maar de laatste jaren is dat eigenlijk allemaal een beetje op de achtergrond geraakt. En toen dacht ik, nou, dit is mijn kans om weer mee te gaan doen. En hier sta ik als Maria. Hoe vind je het gaan, muzikaal gezien, tot nu toe? Ja, het gaat enorm goed, moet ik zeggen. Echt een mooie massale geluid wat de groep samen heeft. Solisten ook, die echt goed tussenin passen. En het trekt elkaar omhoog. Dus het ensemble trekt echt de solisten mee omhoog. En de solisten worden daar weer door gevoed en die geven weer een tandje extra. Dus echt mooi. Zaterdag was het op het parkeerterrein van Eetcafé De Oude Ketting een vrolijke boel. Tijdens het evenement Glue. Met een drankje in de hand dansten ruim 250 mensen voor een goed doel, Buurtsport Bokstel. Dit jaar was de tweede editie van het muziekevenement dat wordt georganiseerd door Lions Club Bokstel Bellamy. Het sfeervolle winterse buitenfeest speelde zich net als vorig jaar af tussen 3 vrachtwagens met trailer. Ieder jaar haalt de serviceclub geld op voor goede doelen. Vorig jaar leverde dat €3.750 op voor Stichting Nabij en de wandeltuin bij het Lidwina ziekenhuis. De president van Lions Club voor Vrouwen kiest naar welk lokaal doel de opbrengst gaat. Dit jaar is dus voor Buurtsport Bokstel gekozen. Iets heel anders dan Bokstel binnen de Brugge. Zondagmiddag organiseerde het gemeentebestuur een zogeheten creatieve sessie voor dit project. Centrumbewoners, ondernemers en andere belangstellenden konden in de gemeenschapshuis De Walnoot meedenken over de herinrichting van het Bokselse centrum. Uiteindelijk moeten de plannen leiden tot een aantrekkelijker winkelhart. Onder meer door het creatief terugbrengen van de historische binnendommeltjes. DBC Nieuws was erbij. Nou, de eerste indruk is dat het vooral over de kunst gaat. En ik heb net al met Frits Vassenhoog staan praten, want ik zie nu bij deze bijeenkomst gezichten die ik bij de eerdere bijeenkomsten niet heb gezien. En de eerste bijeenkomst is begonnen met een historische schets van waarom zijn die binnendommeltjes ooit ontstaan? Wat hebben ze gediend en waar hebben ze gelegen? Ik weet zeker dat er nu genoeg mensen in deze zaal zijn die helemaal niet weten waar die dingen ooit gelegen hebben. Boksel binnen de Brugge is voor ons in ieder geval in eerste gedachte heel aantrekkelijk. Dat we hebben zeggen, omdat we daarmee Bokstel op heel veel terreinen gewoon een stap verder kunnen helpen. Het is nodig omdat wij met een klimaatopgave in het centrum. Ja, dat we met een klimaatopgave in het centrum zitten. En dat heeft te maken met de water. De grote hoeveelheden water die vallen,
Hoe gaan we die afvoeren? Ook die wateropgave hebben we in het centrum van Boksel. En die kunnen we via Boksel binnen de bruggen of de binnendommeltjes, kunnen we daarmee aan de slag. Dus je moet met allerlei creatieve ideeën, met bestratingsvormen, met groen, met waterpartijtjes, met licht, met kunst, beelden, moet je proberen dat idee van Boksel binnen de bruggen weer terug te krijgen. Het Boksel binnen de bruggen, het oude historisch centrum, waar je alleen maar binnenkwam via bruggen. Nou, het leuke aan dit proces is dat we eigenlijk nu aan het zoeken zijn wat we gaan doen. Kijk, wij komen uit Den Bosch, wij zijn landschaparchitecten en we gaan nu samen met kunstenaars en deze zaal gaan wij uitzoeken wat nou eigenlijk de kansen voor Boksel zijn. En die zijn er. We hebben net rondgelopen, we hebben weer gekeken en dan zie je gewoon dat hier toch een aantal potenties, zeker die dommel, dat je die nu voor het inkoppen hebt. Joke van Hees is de grote winnaar van de carnavaleske danswedstrijd Dances with the Stars. In het Indergatse Hofpaleis Dances aan de Stationstraat maakte ze met haar danspartner Joey Verhoeven indruk op de jury en het publiek met een uitmuntend uitgevoerde rumba. Ook andere deelnemers kwamen met verrassende acts op de proppen. Latin Fusion, de Engelse Wals, de Quickstep, het publiek zag het allemaal. Zelfs de Mask kwam zijn vlotte passen vertonen. Muzikant Bram van der Sloot was het gezicht achter de stripfiguur. Met zijn optreden won hij de prijs voor meest ludieke dansact. In totaal deden 7 duo's en 1 kwartet mee aan het evenement. Met zo'n 400 bezoekers was Dances afgeladen vol. Van swingende heupen naar schuddebuiken. De zittingsavonden liemt in het zweet van Ploegersland vonden afgelopen weekeinde plaats in Zaal het Hof. Het programma stond helemaal in het teken van sport en was iets korter dan voorgaande jaren. Een bewuste keuze van organisatie De Ploegers die koos voor kwaliteit boven kwantiteit. En dat was meer dan geslaagd. Bezoekers genoten alsnog ruim 3 uur van hilarische sketches en bizarre voordrachten. Een van de daverende optredens werd verzorgd door Kim van Rurenmonde en Patrick van der Heijden. Het tweetal kroop in de huid van respectievelijk Eva Jinek en René van der Gijp. Waar de blonde presentatrice als interviewer van het programma College Tour fungeerde, daar gaf de voetbalanalist op zijn typische wijze de meest eigenaardige antwoorden. Tussen de diverse optredens door praatte Jury van Velder het programma aan elkaar. En uiteraard klaagde hij steen en been over het feit dat hij in 2016 van de Olympische Spelen werd verbannen vanwege het drinken van 1 of 2 biertjes. Klapstuk van de avond was toch wel DVG-voorzitter Cor van der Let. Een rol van Paul Saris. Hij sprak zogenaamd een bestuurslid toe dat afscheid nam van de voetbalclub. Zijn typische voorkomen en de goed getimede grappen zorgden ervoor dat bezoekers de zaal uiteindelijk met tranen in de ogen verlieten. Traditiegetrouw waren de 3 zittingsavonden in Liemde stijf uitverkocht. We sluiten ook af met het carnaval. De verkiezing van de jeugdprins en prinses vond zondag in Boksel plaats. 15 kinderen uit de groepen 7 en 8 van de plaatselijke basisscholen maakten kans om zichzelf te kronen als koldervorst voor de donsintjes in Indergat. Maar wie oh wie zijn het dan toch geworden? DBC Nieuws zocht het uit. In gemeenschapshuis De Rots deelden tientallen kinderen in de feestvreugde tijdens de verkiezing van de jeugdprins en prinses. 17 jonge feestneuzen hoopten zich zondag te laten kronen tot heerser over de donzeentjes. Ook werden de adjudant, NAG, Raad van Elf en de jeugdhofkapel van het Bokselse carnavalsrijk gepresenteerd door de knokkers die de middag organiseerden. De kinderen kregen de opdracht om in drietallen een K3-liedje om te toveren tot een carnavalsnummer. Uiteindelijk had de jury na lang beraad de 2 ideale koldervorsten gevonden. Jeugdprins Xander van der Burgt en jeugdprinses Silke Torringa regeren over Eendegat. Alaaf! De prinses is geworden! Omdat ze betrekt iedereen erbij. Ze is super enthousiast. Ze is geworden Silke! Dit
Dit was DBC Nieuws voor deze week. Mocht u deze uitzending terug willen kijken, kunt u naar de Facebookpagina van Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.